bevinden ons nu in een van de gangen van het Spaarne Gasthuis. Op deze locatie in Hoofddorp zijn ongeveer 3.500 mensen per dag. En dat zijn dan de bezoekers, iedereen die hier werkt, maar ook bijvoorbeeld patiënten die hier natuurlijk liggen. Mensen die op de polyklinieken komen, dus echt alle bewegingen zeg maar, in het ziekenhuis. 3.500 mensen per dag. Het Spaarne Gasthuis heeft diverse afvalstromen, net zoals dat we eigenlijk thuis hebben. Dus restafval, papier, plastic, maar ook diverse specifieke stromen die ook op een aparte manier afgevoerd moeten worden. Maar denk ook aan batterijen, gevaarlijke stoffen, dus eigenlijk echt van alles. De afvalscheiding in het verleden dat was vrij basis, hè, conform wet en regelgeving, maar nog niet de scheiding van kunststoffen en PBD. PBD staat voor plastic verpakkingen, blikverpakkingen en drankpakken. Nou, wat we wilden veranderen is een beweging richting minder restafval en meer recycling. Nou, het Spaarne Gasthuis heeft een hele belangrijke maatschappelijke rol in de regio. Onze ambitie is de beste zorg met de kleinste ecologische footprint. Nou, en als grootverbruiker van materiaal en energie hebben wij een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Het programma wat Meerlanden toen aan ons gepresenteerd heeft, A tot Z, het afval tot zero waste programma, dat sprak ons heel erg aan om samen met ons als partner daarin op te trekken. Samenwerking tussen Meerlanden en het Spaarne Gasthuis is een hele prettige samenwerking, een hele nauwe samenwerking. Voelt eerder als collega's van elkaar dan dat zij onze leverancier zijn. We hebben elke week een operationeel overleg om de puntjes op de i te zetten. Maar ook denken we na over wat willen we op lange termijn bereiken. Hoe gaan we om met recyclen, maar hoe brengen we dat ook weer terug binnen de organisatie. Dus echt samen denken, samen sparren en samen werken. Ja, het effect daarvan is dat wij meetbare resultaten kunnen boeken met duurzaamheid. Ook dankzij de rapportages van Meerlanden krijgen we goed inzicht in onze recyclepercentages en onze afvalscheiding. Zo zien we dat we goede resultaten boeken met onze PBD-scheiding en dat ons percentage recycling duidelijk omhoog gaat. Ja, hoe ziet de toekomst eruit tussen het Spaarne Gasthuis en Meerlanden? Ja, ik hoop net zo mooi als dat de samenwerking tot nu toe is verlopen. Dus samen één en samen elkaar, met elkaar sparren en denken aan hoe kunnen we nog beter zeg maar, omgaan met die afvalbergen. Hoe kunnen we die nog kleiner maken en innovatiever.